allemaal, vandaag weer een video. Welkom bij de rondleiding door Roblox. En voor, ja, degene die, ja, nog geen Roblox hebben en willen juist Roblox. Kijk, ja, hier kan je spelletjes uitzoeken. En, ja, kijk, dan druk je bijvoorbeeld op YouTuber, kijk, Tycoon. Nou, ik doe het omdat ik een YouTuber ben. En... ja, dat is... ja. Kijk. Ja. Hier. En dan kan je hier een tycoon uitzoeken. Bijvoorbeeld, je loopt door deze. En dan is jouw tycoon. Maar het is al van iemand anders. Is het al vol? Oh, wacht, de groene. De groene, de green, de green. De green, de green. Dit is toch de groene, of niet? Nee, dit is de groene. Tun, tun, tun. En dan kan je hier bij de tycoon. Dan kan je... dan draai je door Toast to Claim. En hier is hier jouw tycoon. Wow. 50% off. Oké, dat snap ik ook niet. Maar... oh, dat is free. Free. Ja. Dat kost 150. En dat doet hij allemaal vanzelf. En hier heb ik bijvoorbeeld 350. Dan kan ik op die 150 staan. Want dat is... ja. Die kan ik nog niet. En ja, dat is een soort een beetje dit. En dan... en dan met tycoon, alleen maar tycoon. Visual Fame House. Met die moet je omkleden. En ja. Een Gold Vendor, deze. Dan druk je daar op play. En wow. Rustig koptelefoon. Druk je play. En dan heb je, druk je dus op 1. En dan kan je zo. Ga je zo naar beneden hakken. Met je pijltje. Ja, als jullie dit al weten. Dit doe ik even voor de beginners. La 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 la. En als het dan licht rood is. Zo fel rood zie je dan opeens. Dan moet je daar nooit naartoe gaan. Want dat is. Ja. Een bom. En je kan bommen neerleggen. Wow. Oké. Okay. En dat vind ik dus grappig. Oh shit, ik zit vast. Kijk, soms met Roblox kan je vastzitten. Maar dan druk je op de spatie om weer los te komen. Maar dat weet wel iedereen bijna hoor. Lala. Nee, ik kan hier naartoe en hier. En je moet even wachten. Intermission. Mission. Intermission. Ja. Oh ja, en dan pak je dus zoals altijd. Kijk, daar ligt een bom dus. Hè? Daar moet je niet op gaan staan. Hak, hak, hak. Lala. Oeh, kijk, lichtgeel. Dat is, was dat dit goud? Even kijken, waar zat lichtgoud? Geef dat goud aan mij. Oh, yes, yes. Dan moet je dus op gaan staan om het te pakken. Om te kunnen pakken. Wat is dit? En soms. Wow. Shoot. Maar niet op zo'n bom staan. Sowieso nooit. Shoot. Ik stond bijna op die bom. Hij gaat bijna ontploffen. Ik ga me dan maar snel even weg. Wacht even. Ja. Weg.
Sneeuw, sneeuw, nee, shit, shit. Weg, 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 weg. Shit. Weg. Want als het begint te knipperen, dan is hij ontploft. Is hij ontploft? Teruggaan. Is hij ontploft? Yes, hij is ontploft. En dan liggen hier nog een paar munten. Maar goed, dat is dit spel. Home. Even, laat ik even een paar spelletjes zien. En Zombie Rush. Doe ik even Zombie Attack voor een keer. Sommigen snappen dit spel niet. Heel veel. Ik snap dit ook zo niet. Nou, we spelen nu even voor Zombie. En met Zombie ga je gewoon sturen. Ja. Oh. Oké, maar Uzi, dan druk je op dit, op de 2. En soms kan je ook op andere. Ja, zo zie ik even uit. Je kan ook je avatar veranderen, dat laat ik zo meteen even zien. En dan moet je gewoon zombies doodschieten, weet je. Dat is net zoals altijd. Weet je, ja, dat dus. En, wow. Ja, die grote zijn het moeilijkste. En je kan, even doe ik deze. Je kan dingen kopen. Alleen die kan ik nu nog niet. En als zombies je aanraken, dan ga je dood. Kijk, zoals dit. Je kan ook zombies doodschieten. Dat was deze. Met dit oogje kan je kijken. En hier zie je hoeveel geld je hebt. En je avatar veranderen. Want ja, dan druk je dus op die 3 streepjes. En dan druk je op die avatar. Die 3 streepjes. Okay. Druk je op avatar. En dan kan je ook hier bijvoorbeeld, ik wil brown hair. Ja, dat doe je, druk je daarop dus. En dan kan je ook op clothing en dan hair. En dan see all. Kan je ook gewoon doen, zo, see all. En als je echt zo, wacht, was clothing. Druk je op clothing en all time. Dan kan je hier bijvoorbeeld op drukken. Als ik dit wil. Dan doe je op get. En dan druk je op get now. En dan druk je op edit avatar. Kan je hier op drukken. En heb je dit aan bijvoorbeeld. Doe je die broek hoort erbij. Die broek. En ja. Where is my shirt? Als je die uitduwt, krijg je dit. Heb je deze outfit. Die is ook wel grappig. Maar ik doe even dit shirt. En ja, dat is zo wel een beetje. En als je op friends drukt. En je ziet er iemand die online is. Bijvoorbeeld 1, 2, 3, Abub, KR. Dan druk je op hem. En als je bij hem in de game wil, dan druk je. Kijk, dan druk je. Dan druk je dus op hem. Druk. En dan op join game druk je dan. En dan kan je met hem mee joinen. Zo is het wel een beetje. En dan zit je bij hem in de game. Kijk maar. Waar staat hij? Hij staat er nu niet. Ofwel. Ja, hier staat hij. En dan kan je ook op punch. Bijvoorbeeld, ik weet niet wat dat is. Maar ik weet niet wat dit voor spelletje is. Want ik speelde ook niet alle spelletjes. Oh, ja. Oh, shoot. En kan je voor mij iemand doden? Of zo? Ik weet ook niet. Nee, shit, shit. Nou. Ja, dit vind ik niet zo'n leuk spel, maar dat moeten jullie weten. Home. En je kan ook op profiel bijvoorbeeld drukken. Profiel. En dan druk je bijvoorbeeld op Elon Game of zo. En dan kan je ook op chat drukken. En hier, bij chat en party. Is nog wat. En ja, dit was dan de video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. De volgende keer laat ik meer zien. Doei doei!